Hebben dieren ook verdriet als ze een soortgenoot verliezen? Of zelfs een dier, een ander dier? Ik vroeg het me af. Ik zag een filmpje, op Facebook was dat, waarin een hond een konijn lijkt te begraven. Kijk wat hij doet, jongens. Kijk dan. Het staat op film. Holy shit. Dat konijntje heen... Dekt hem helemaal af. Ja. Oh, wat aandoenlijk. Zo staat het ook op Facebook. Het lijkt op begraven, voor mij, hè? Ja, ja, en er zijn dus een heleboel commentaren van... Ach, hoe aandoenlijk is dat? En er wordt nog een prentje overheen gelegd. Het is aandoenlijk, hè? Ja. Kijk, hier, de begrafenis wordt compleet gemaakt. Maar Jan, ik hoor cynisme. Ja, je hoort cynisme, en dat klopt ook. Want het is gewoon iets wat honden, wolven en anderen doen... als ze iets lekkers hebben. Je begraaft het voor laat. Dus als het goed is, zitten nu een paar weken verder... is de kans groot dat hij naar de tuin is gelopen... om te kijken of hij er nog ligt. En iedere hondeneigenaar weet het... Een heleboel honden doen dat. Als je ze een mooi bot geeft, dan gaan ze de tuin in... en zoeken ergens een plekje waarin het verstek, waar niemand het ziet. En dan begraven ze dat bot, want later kunnen ze het weer opgraven. Heerlijk. Dus begrafenisritueel, een begrafenismaaltijd. Maar kunnen we dan... dit is dan één voorbeeld van een zoogdier, van een hond. Die kennen we erg goed, heel erg dicht bij ons. Maar kunnen we in het dierenrijk dan helemaal geen begrafenisrituelen vinden? Of zijn die er wel of die daaraan doen denken? Er is iets wat eraan doet denken. Om het nou een ritueel te noemen, want dan is het toch, dan krijgt het iets, dan is het gestileerd en dan heeft het. Wat je wel ziet, is dat dieren blijkbaar zich iets aantrekken van het feit dat een soortgenoot ineens er niet meer bij is. Hm. En bewegingsloos is. En niet meer antwoordt. En dat zien we soms prachtig, want ik heb een filmpje, ja. Dat wil ik je graag laten zien. En daar zie je hoe in een chimpanseereservaat een aantal chimpansees staan rondom een dier dat gestorven is. En als je daar eens gedragsonderzoekers die dat hebben waargenomen, want dat is een heel team die hebben naar gekeken, die zien hoe die dieren stil zijn, daar staan naar te kijken, die overleden chimpansee aaien. Zullen we kijken? Laten we kijken. Ja, laten we kijken wat we zien. We haven't seen in any other time that we've been watching these chimps. Them all gather in such a small space and be so calm and quiet motivated to stay near each other or near the body, we can't say for sure, but they're grouping together in a way that we've never seen before. Striking example in the video, I think, is when a female comes around and she smacks on the body of the dead chimp. And why she does that, we don't know. But I think the interesting thing happens after she smacks the body, which is that the other chimps, you can see that they actually watch the body quite closely after she has hit it. Oh, ja, vertel Jan. Nou, dat slaan op dat dier, dat is wat moeilijk interpreteerbaar, maar dat lijkt een soort frustratie te zijn ook van die ongewone situatie. En wat je dus mag concluderen is dat de dieren op de een of andere manier onder de indruk zijn van het feit dat er een ander helemaal niet meer bij is. Helemaal niet meer meedoet. En dus blijkbaar het besef van dood, wat is dat? Dat kun je je afvragen of die dieren dat hebben. Maar bij dit soort dieren, dat zullen ze wel eens vaker meemaken, dan is het ook afgelopen.